Hallo allemaal, welkom bij Board Game Heaven. Mijn naam is Raymond en in deze video neem ik een kijkje naar Kopenhagen van Queen Games. Het is bedacht door Daniel Skjold Pedersen en Asger harding -Granenhoed. en Het is een spel voor 2 tot 4 spelers, speelt in ongeveer 30 tot 60 minuutjes... En het is een spel waarbij je tetrisvormige tegeltjes gaat leggen op een tableau, middels kaartjes. Het is heel erg kleurrijk, zoals je ook al ziet aan de cover van de doos. Dus ik ga jullie eerst uitleggen hoe je het spel opzet, hoe je het speelt, en dan geef ik jullie mijn mening over het spel. Oké, okay, dus de doos van Kopenhagen. Ontwikkeld door Daniel Skjold Pedersen en Asger Harding-Rannerud. Uitgegeven door Queen Games. Op de voorkant zien wij een hele mooie afbeelding van Kopenhagen. Met al die leuke gekleurde huisjes aan de haven. En op de achterkant van de doos. Ja, je ziet ik heb een beetje een geblutste doos. Ik had die gekregen op een spellenbeurs van Hot Games. Omdat die toch niet meer verkocht kon worden. Dus uh, zeer veel dank daarvoor. Wordt... Uh, Heel erg gewaardeerd natuurlijk, dan kan ik hem reviewen. En verder zie je op de achterkant in een aantal talen waar het spel eigenlijk om gaat. Kort omschreven hier, vier talen. En de componenten van het spel zie je hier ook afgebeeld. Het is een spel voor 2 tot 4 spelers, leeftijd 8 jaar en ouder, in 20 tot 40 minuten volgens de doos. Dus laten we de doos maar snel openmaken. Allereerst zie ik hier een kapot hoekje, dat zal ik even moeten plakken. Maar verder hebben wij hier een punchboard. Daarop zien we het scorebord. En de haven, waar je dus de kaarten omheen gaat leggen straks. En we zien deze tokens die je kan gebruiken voor verschillende vaardigheden tijdens het spel. Ze zijn dubbelzijdig bedrukt. Allemaal, en hier is het scorebord waar je, je miepeltjes op gaat zetten om je score bij te houden. Dus dat is het eerste punchbord. Dan hebben we de huizen waar je je gevel op gaat bouwen. Daar ga je dus al die tegeltjes op leggen, en zo bouw je je gevels op met tetrisvormpjes. En die hebben we in vier kleuren voor alle spelers. En dit zijn dan die tetrisvormige. Uh, gevel tegeltjes. In vijf verschillende kleuren. Plus uh, ongeveer witte tegeltjes. Nou, die zal ik straks allemaal gaan uh, punchen. En die leg je dus op tafel. En uh, daar kun je dus je gevel mee bouwen. Ze zijn dubbelzijdig bedrukt. En dan hebben we hier de regelboekjes in het uh, Engels, Nederlands, Frans en Duits. En we krijgen er ook een hele grote ziplock bag bij voor al die tegeltjes in te stoppen. Dus dat is heel erg handig. Dat is fijn dat dat erbij zit. En dan gooi je ze daarna weer gewoon in de doos. De insert is vrij eenvoudig. Het ziet er wel erg leuk uit met al deze huisjes erop gedrukt in de haven. Dus dat ziet er leuk uit met de pier. Het is natuurlijk relatief eenvoudig, maar toch leuk dat ze het op deze manier hebben vormgegeven. Dan hebben we hier de vier uh, miepeltjes van de zeemermin, waarmee je punten dus kan bijhouden. Eentje voor elke speler in de vier kleuren. En tenslotte hebben we nog de kaarten, dus uh, in deze shrinkwrap verpakt van alle kleuren, van alle tegeltjes die je dus gaat pakken. Laten we even openmaken. En we hebben dus kaarten in het blauw, in het geel, in het groen, paars en rood. Dan heb je hier nog de einde spelkaart met de zeemermin. En een mooie achterkant hebben deze kaarten ook. En tenslotte zitten er dan nog een paar kaartjes bij van verschillende andere spellen van Queen Games. Ze hadden waarschijnlijk wat plek over, dus uh, hebben ze daar wat uh, titels op gedrukt. En waarom ook niet. Dus dat zit er ook nog bij. Nou, Queen Games. Oké, okay, dat is alles wat er in de doos zit. Laten we het spel gaan opzetten. Een spelletje Kopenhagen zet je als volgt klaar. Je neemt het havenbord en het scorebord en je zet deze allebei tegen elkaar in het midden van de tafel. Elke speler kiest een kleur, neemt de bijbehorende gevel, het gevelbord en de bijbehorende gekleurde pion. En deze wordt op de eerste plek hier op het scorebord gezet. Dus afhankelijk van het aantal players heb je dus 1, 2, 3 of 4. Dan sorteer je alle geveltegeltjes, dat zijn deze gekleurde Tetrisvormige tegeltjes en je sorteert ze per kleur en per vorm. En elke vorm heeft drie tegeltjes behalve de grootste van elke kleur die heeft altijd vijf vakjes. Daar is er altijd maar eentje van. En dan zijn er nog een aantal van deze witte enkele vakjes tegeltjes. Alle speelkaarten met de gevels in de verschillende kleuren erop worden geschud. En de bovenste zeven kaarten worden in volgorde van de klok met de wijzers mee in de haven gelegd. Bij elke pier ligt één kaart. En de overige kaarten worden hier op deze aangegeven plek in de haven neergelegd. En hier heb je nog een plek voor de afgelegde kaarten. Er is ook een uh, einde van het spelkaart. Deze komt normaal gesproken pas in het spel als je helemaal door deze stapel heen bent gegaan. Dan wordt deze erin geschud in de negen kaarten die je van, vervolgens onderaan in het de dek legt. En als je die dan trekt, eindigt het spel. Maar in een twee-spelerspelletje doe je dat al gelijk aan het begin van het spel. En in een drie-spelerspel moet je vooraf nog even twee kaarten van iedere kleur verwijderen uit het de dek voordat je het schudt. Sorteer de vijf verschillende vaardigheidsfiches, dan zijn er vier van elk. In een vier spelerspel gebruik je ze allemaal. In een drie spelerspel heb je er ook maar drie van elk nodig, in een twee spelerspel twee. Dus de rest stop je terug in de doos. En dit fiche geef je aan iedere speler één. Dus in een vier spelerspel heb je ze allemaal gebruikt en de andere vier laat je op de tafel liggen. Dan bepaal je wie de startspeler wordt en de startspeler neemt twee kaarten van de stapel dat is hun beginnende hand de tweede speler neemt er drie de eventuele derde speler neemt er ook drie en als je met zijn vierde speler neemt de vierde speler er vier van de stapel dat zijn de kaarten waar je mee mag beginnen en dan heb je de hele setup gedaan laten we gaan kijken naar de regels Beginnende bij de eerste speler, natuurlijk, mag iedere speler tijdens zijn beurt kiezen uit één van twee acties. De eerste actie is het nemen van twee kaarten uit de haven en dat moeten twee aangrenzende kaarten zijn. Al deze kaarten zijn aangrenzend, maar de buitenste twee zijn dat niet. Dus je kan deze twee pakken of deze twee enzovoorts tot hier. Dus bijvoorbeeld, als ik dat zou doen, ik kijk naar mijn hand. Ik was de startspeler, dus ik heb maar twee kaarten. En ik denk, nou weet je wat, ik pak nog een gele en een van de aangrenzende kaarten. Dus laat ik deze rode nemen. En zodra ik kaarten heb genomen op mijn hand, is eigenlijk mijn beurt voorbij. En dan worden de kaarten weer aangevuld in de richting van de klok. Dus ik begin altijd aan de rechtse kant. En de volgende kaart komt daarnaast te liggen. Dus nu heb ik. Die kaarten weer aangevuld en dan is mijn beurt voorbij. De andere actie die ik kan doen is het gebruiken van kaarten om een gevel tegeltje te kopen en dat op mijn gevel te plaatsen. Dus stel, het is weer mijn beurt. Ik kijk naar mijn hand. Ik heb drie gele en één rode kaart. Dus dan kan ik zeggen: ik betaal deze drie gele kaarten die leg ik op de aflegstapel en ik koop dan bijvoorbeeld dit gele tegeltje van drie vakjes. Dat moet overeenkomen met het aantal kaarten die ik natuurlijk heb gespeeld. Dus met drie kaarten mag ik er eentje van drie pakken, met twee kaarten mag ik er zo eentje van twee pakken um, en die moet ik dan vervolgens plaatsen op mijn gevel. Nou de regels voor het plaatsen van een tegeltje op je gevel zijn als volgt: het moet altijd uh, Rusten op dan wel de bodem van je gebouw of op een andere tegel. Ik mag niet buiten mijn veld natuurlijk uitkomen, dus ik moet altijd binnen de kaders blijven. Ik mag het plaatsen zoals ik wil, maar ik mag het dus niet ergens halverwege plaatsen. Ik mag wel later, als ik weer een ander tegeltje zou kopen, dus bijvoorbeeld ik koop met groene kaarten dit tegeltje, dan mag ik dat. Onder een andere leggen, zolang het maar uh, rust op dan wel de vloer. Ik mag het toe ook hier leggen. Ik mag het niet hier leggen, want dan zou je weer zakken. Maar ik mag wel dit doen. Dat is volkomen uh, legaal. Ik kan ook dit doen wat ik wil. Dus zo plaats je de tegels. Ik mag dus later ook nog eventueel een vakje vullen. Dus stel je voor, ik heb nog een, uh, een, een, een tegeltje hier liggen. Nou eens even kijken hoe kan ik dat doen. Zo bijvoorbeeld, dan mag ik gewoon later deze alsnog hier leggen. Dat is geen enkel probleem. Als ik dus kies voor het bouwen van een tegeltje, mag ik alleen maar kaarten afleggen voor het kopen van één tegel in één kleur. Ik kan dus niet meerdere kaarten afleggen voor meerdere tegeltjes van één kleur, en ook niet meerdere verschillende kleuren kaarten voor meerdere verschillende tegeltjes. Dat is altijd maar één tegel, en daar moet ik voor betalen het aantal vakjes dat dat tegeltje is. Ga ik echter een tegeltje bouwen van dezelfde kleur als een tegeltje dat al ligt en ik leg die aan elkaar, of die raken elkaar op zijn minst met één vlak, dan kost het mij één kaart minder. Dus stel inderdaad later in uh, het spel: heb ik wederom drie gele kaarten. Dan kan ik zeggen: ik betaal deze drie gele kaarten voor een tegeltje van vier vakjes in plaats van drie. Mag natuurlijk ook drie pakken. Maar dan ja, zou je ook eh, overbodig betalen. Als ik die laat aansluiten op deze. Kijk, als ik hem ergens anders ga leggen, dan moet ik gewoon 4 betalen. Maar als hij aangrenzend is aan een al bestaand eh, tegeltje in diezelfde kleur, dan kost het mij 1 kaart minder. Dus dat kan ook zo zijn, bij wijze van spreken. Dat kan dus niet zo zijn, als dat op een of andere manier zou kunnen. Die zou nu natuurlijk zakken. Maar als ik iets zou, nou, zo bijvoorbeeld, dit zou leggen, dan raken ze elkaar niet. Een punt is niet voldoende, dan moet ik gewoon vier betalen. Maar zodra ook maar één vlak uh, raakt, dan kan ik uh, één kaart minder betalen. En ze zijn bovendien dubbelzijdig, dus in het geval van deze wat moeilijkere vormen kan ik er ook voor kiezen om ze om te draaien. Je mag maar maximaal zeven kaarten in je hand hebben. Dus denk daaraan, als je je beurt neemt en je wil kaarten nemen, dat je niet over de zeven gaat. Want als je zes kaarten hebt en je pakt er twee, dan moet je er onmiddellijk weer eentje van je hand afleggen. Eh, want je mag er maar maximaal zeven hebben. Er zijn ook verschillende soorten vaardigheidsfiches in het spel. Aan het begin van het spel krijg je deze al. En die kun je inzetten, in dit geval deze kun je inzetten, om twee kaarten uit de haven te pakken die niet noodzakelijk aangrenzend zijn. Dus ik kan deze inzetten om daar en daar eentje te pakken, bijvoorbeeld, als ik dat zou willen. En als ik dat gedaan heb, dan draai ik dat tegeltje om aan de niet-actieve zijde. Dan kan ik dus zien dat ik hem al gebruikt heb. Mag ik hem niet meer gebruiken? En je mag deze tegeltjes gebruiken tijdens je beurt. Op elk moment tijdens je beurt. Dus je kan ze als je iets bouwt, kun je ze gebruiken. Of als je een kaart neemt. Ik zal de andere nog even uitleggen. Met dit tegeltje mag ik plus één kaart nemen. Als ik de actie kies tijdens mijn beurt. Dus dan pak ik twee aangrenzende kaarten. Plus een extra kaart die niet aangrenzend hoeft te zijn. Dan moet ik dat teeltje natuurlijk wel in mijn bezit hebben. En dan draai ik dat om. Uh, deze kaart laat mij uh, een gespeelde kleur veranderen in een andere kleur. Dus bijvoorbeeld als uh, ik deze speler ben en dit is mijn hand, dan heb ik twee gele en twee rode. Dan kan ik dus zeggen als ik dit tegeltje bezit, oké, okay, ik activeer die, ik draai die om en ik maak van alle gele kaarten maak ik rode en dan speel ik ze alle vier en dan kan ik dus een tegeltje van vier rode vakjes nemen of andersom. Ik kan de rode geel maken en dan kan er eentje van vier gele nemen. Dat mag ook. Dus dat is wat deze doet. Deze hier geeft mij één kaart korting als ik een tegeltje bouw. Dus eigenlijk net als het bouwen van een aangrenzende kleur in dezelfde kleur, uh, hoef ik er eentje minder te betalen. Uh, dat kan ik hiermee ook, kan het dus ook combineren. Dan hoef ik dus als ik deze zou aanleggen aan die gele, uh, betaal ik er al maar drie voor. En dan in combinatie met dit tegeltje hoef ik zelfs maar twee gele kaarten te betalen om zo'n actie te doen. En tenslotte heb je de beide acties tegel. Die laat je dus zowel twee kaarten rapen van het bord, als die meteen betalen, of elke kaart van je hand, om een nieuw tegeltje te kopen en het te plaatsen op je bord. Hoe kom ik nou aan die tegeltjes? Nou, je ziet op het bord een aantal van deze wapenschilden staan. Iedere keer als ik zo'n wapenschild bedek met een tegeltje, dus stel je voor, ik bouw deze tegel hier. Dan bedek ik dit wapenschild. Dan mag ik kiezen uit één van drie acties. Datzelfde geldt als ik een regel in mijn gevel volbouw aan grenzend aan zo'n schildje. Dus stel je voor, ik heb ergens in mijn beurt deze tegel gekocht en ik leg die hier. Dan heb ik dit rijtje vol, die grenst aan zo'n wapenschild. Dan krijg ik dus ook de keuze uit één van die drie acties. Acties. Het kan dus ook gebeuren dat ik er meerdere tegelijkertijd activeer als ik bijvoorbeeld deze zou spelen dan bedek ik zowel dit schild en ik bouw een regel vol naast dit schild dus dan heb ik twee van die schildjes geactiveerd mag ik dus twee acties kiezen en die acties zijn dus ofwel ik neem één van die vaardigheidsfiches die ik nog niet heb, je mag wel altijd maar één van elk soort hebben, dus er zijn er maximum vijf. Met deze begin je al, dus die mag ik dan nemen en toevoegen aan mijn voorraad. Een andere actie die ik mag kiezen met deze wapenschildjes is de reeds gebruikte vaardigheidsfiches weer terug activeren. Dus dat is handig als je er al een aantal hebt gebruikt. En die liggen allemaal op de niet-actieve zijde. En ik gebruik zo'n schildactie. Dan kan ik ze allemaal terugdraaien en later nog een keertje gebruiken. En een derde actie die ik kan kiezen met dat schildje is het nemen van een van deze enkele witte tegeltjes en die mag ik dan overal plaatsen waar ik maar wil. Dus ook als ik eens een keertje ergens een ingesloten vakje heb, daar mag ik die gewoon in plaatsen, zolang die maar de standaardregels van het plaatsen van een tegeltje volgt. Hoe worden nou punten gescoord? Nou, iedere keer als ik een regel volbouw, scoor ik één punt en mag ik mijn fische of mijn mannetje meteen één stapje naar voren plaatsen op de scoretrek. Lukt het mij om een regel vol te bouwen met enkel raampjes, zoals hier, dan krijg ik het dubbele, dus dat zijn twee punten voor een regel. Bouw ik een kolom helemaal vol, dan zijn dat twee punten. En zijn dat enkel raampjes, wederom, dan krijg ik het dubbele, en dat zijn dus vier punten. En het spel eindigt zodra één van de spelers als eerste de 12 punten heeft bereikt. Dan wint die speler onmiddellijk het spel. Mocht het voorkomen dat je door het dek heen gaat en dus deze erin hebt geschud. en je komt die kaart tegen. als die kaart wordt getrokken van de stapel. ook dan stopt het spel. Onmiddellijk en is de speler met de meeste punten op dat moment de winnaar. En mocht dat een gelijkspel zijn, dan is de speler met de minste open velden in zijn gevel de winnaar. En mocht dat nog steeds gelijkspel zijn, dan delen die spelers de winst. En dat zijn alle regels voor het spel Kopenhagen. Laten we luisteren naar wat ik vind van het spel. Nou, mijn mening over Kopenhagen van Queen Games. Laten we beginnen met de componenten van het spel. Zoals we gewend zijn van Queen Games, zijn de componenten van een zeer degelijke kwaliteit. De kaarten zijn van een fatsoenlijke dikte. Ze zijn ook mooi gedrukt, de kleuren zijn helder. Ze zijn een heel klein beetje ja, mat-glossy, maar zien er goed uit. Het is duidelijk wat er op de kaart staat. En uh, die zijn van een degelijke kwaliteit. Je hebt leuke houten scoren, miepeltjes in de vorm van de zeemermin van Kopenhagen. Ook erg grappig in verschillende kleuren. Uh, de borden zijn van een fatsoenlijke, stevige kartonnen kwaliteit. En uh, de tegels ook, die zijn zelfs nog een uh, tikkeltje dikker lijkt het. En uh, ook zeer degelijk, want die gebruik je natuurlijk heel veel, die heb je continu in je handen. Dus uh, ja, die zijn goed en mooi en stevig. Uh, en ook de spelerborden zijn netjes en uh, degelijk. En voor de rest heb je nog deze tegeltjes die ook van dezelfde kwaliteit zijn als de borden. De illustraties zijn oké, okay. er zijn niet zo heel veel illustraties in dit spel. Je hebt natuurlijk de achterkant van de kaart waar je verschillende gebouwen ziet uit Kopenhagen, ook mooi. De boxcover vind ik erg mooi, met leuke kleuren met de huisjes in de haven. Ziet er leuk uit, vrolijk gekleurd, ook hier dit scorebord met de haven en die gekleurde huisjes. Ziet er gewoon heel erg feestelijk, kleurrijk uit. Net zoals al deze tegeltjes. Maar uh, ja, veel illustraties zijn er niet. Je hebt natuurlijk de, de bakstenen patroontjes en de, de raampjes. Maar dat is allemaal vrij uh, simpel en eenvoudig. Maar op zich ziet het er heel erg mooi uit. Dus uh, dat kan ook absoluut wel een duim omhoog uh, verdienen. Het thema is aardig. Um, ja, je hebt natuurlijk je façade, je gevel die je bent aan het bouwen. Met al die tegeltjes. En um, ja, het ziet natuurlijk niet echt uit als een gevel. Je ziet natuurlijk wel de bakstenen en de raampjes met natuurlijk een warboel van vormpjes en van kleuren. Dus um, ja. Ik denk dat het thema op zich wel leuk is. Het is leuk gekozen voor wat je aan het doen bent. Je bent kaarten verzamelen waar je stukken gevel mee koopt. En daar dan je gevel van je gebouw mee maakt. En je hoopt natuurlijk dat er mooie patronen in zitten. Omdat je natuurlijk sommige rijen met raampjes of kolommen met raampjes wil maken. Want dan krijg je meer punten voor. Maar dan lukt je natuurlijk niet die hele gevel. Dus ja, het had waarschijnlijk. Een tal van thema's kunnen zijn geweest. Ze hadden er waarschijnlijk wel andere dingen nog voor kunnen bedenken. Dus het, het voegt niet zo heel veel toe aan hoe je het spel speelt. Maar het, voelt wel, het, het geeft een leuke ervaring aan het spel. Ik denk dat het er wel mooi bij past. Maar goed, het had natuurlijk ook iets anders kunnen zijn. Dus daarover ben ik een beetje neutraal. Het spel speelt ontzettend gemakkelijk. Het is eenvoudig te leren. Het is eenvoudig om uit te leggen. Er zijn helemaal niet veel regels. Je moet alleen maar weten wat je kunt doen tijdens je beurt. Je pakt kaarten of je gebruikt kaarten om een tegeltje te kopen en dat vervolgens op je gevel te plaatsen. Er zijn regels over wat je wel en niet mag doen op je gevel. En je hebt deze extra uh, mogelijkheden van deze tegeltjes die je kan gebruiken tijdens je beurt. En als je eenmaal weet. Wat die vijf verschillende tegeltjes doen, dan is het ook heel eenvoudig te onthouden. Want het staat gewoon met icoontjes op die tegeltjes, duidelijk nog eens eigenlijk uitgelegd. Dus dat is ook allemaal heel eenvoudig om te begrijpen. Dus het spel speelt lekker vlot eenvoudig. Je kiest gewoon een van die twee acties. En hop, de volgende speler is al aan de beurt. En ja, twee kaarten pakken is natuurlijk zo gebeurd. Aan iets kiezen om te bouwen. Nou, die keuze kun je al maken terwijl andere spelers spelen. Tenzij natuurlijk iemand net dat tegeltje waar je voor hebt gespaard voor je neus wegkoopt. Dan moet je eventjes uh, iets anders bedenken en moet je je strategie aanpassen. En dan koop je dus een ander tegeltje. En als je dat dan gekocht hebt, dan kan de ander alweer verder. Terwijl jij beslist: hoe ga ik het op mijn geveltje leggen? Dan kan de volgende eigenlijk alweer doorspelen. En als je het dan eenmaal gelegd hebt en je hebt misschien een rij vol. Nou ja, goed, dan scoor je gewoon. Dat hoeft ook niet per se tijdens je eigen beurt te gebeuren. Dus het verloopt lekker vlot. En als je het eenmaal een keer gespeeld hebt, of zelfs na één of twee rondes, dan gaat het heel erg vlot. En uh, ja, het, het is uh, mooi geschaald voor uh, twee, drie of vier spelers. Bij twee spelers ga je er maar één keer door het dek heen. Dus het duurt ook niet te lang. En uh, ja, bij drie of vier spelers ga je twee keer door het heen. maar zelfs dat gaat redelijk snel. En uh, je zit elkaar ook niet al te veel in de weg. Het is niet een gemeen spelletje waar mensen dingen wegpakken die jij graag had. Zoals bijvoorbeeld bij worker placement soms wel eens gebeurt. Het ergste wat kan gebeuren, is wat ik al zei, dat iemand net dat ene laatste tegeltje pakt. Wat jij wilde hebben. Er zijn nog drie van elke kleur, van elke vorm: behalve de, de vijf. Uh, Vierkantjes vormen, zeg maar. Er zijn verschillende vormen in, de verschillende kleuren. En daar is er dan maar eentje van. Dus als je die wil hebben, dan moet je snel zijn. Want anders zijn ze waarschijnlijk weg. Maar dat is eigenlijk het enige wat ik vind in het spel. Je hebt natuurlijk ook de kaarten die hier liggen. Daar kun je ook op een bepaalde kleur zitten te azen. En die kan weg zijn. En die kan een tijdje niet tevoorschijn komen. Het is natuurlijk een geluksfactor van welke kaart. Trek je en uh, gaan mensen ook nieuwe kaarten nemen of gaan ze juist bouwen. Als er iets ligt uh, wat je graag wil hebben en iedereen bouwt, nou, dat is dan is dat mooi. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat iedereen kaarten pakt. Maar ja goed, dan weet je toch nooit wat er komt. Dus ik vind de interactie in dit spel hartstikke leuk. Je zit elkaar niet te zeer in de weg. Maar het kan natuurlijk wel gebeuren. Nou, dan pas je je strategie aan. Het is geen gemeenspel en dat uh, bevalt me wel. En het is gewoon erg leuk om te puzzelen op je, op je tableautje hoe je je gevel gaat bouwen. Een beetje vooruit te denken hoe ga ik ze leggen zodat ik daar straks allemaal raampjes naast elkaar heb. En kan ik misschien twee kleuren aan elkaar koppelen zodat ze goedkoper zijn om te pakken van, uh, van de voorraad. Nou, dat zijn allemaal heel erg leuke factoren. De herspeelbaarheid is ook goed, vind ik. Uh, het spelletje duurt niet te lang, uh, het, het speelt uh, redelijk snel, zoals ik al zei. Dus na één Potje heb je meestal nog wel zin om een tweede potje te spelen. Ik kan me voorstellen dat je dat met twee spelers wat sneller doet dan met vier spelers. Omdat dat ook wat langer duurt natuurlijk. Maar toch vind ik zelfs met vier spelers, als je een potje hebt gedaan, dan mag voor mij part nog wel eens een keertje het spel gespeeld worden. En wat ook leuk is om te vermelden, is dat er een Roll and write editie is van Kopenhagen. Ook van Queen Games natuurlijk in Nederland. Uitgegeven beide door Hot Games. En dat heeft een hele slimme, uh, op een hele slimme manier dit spel in een roll-and-write veranderd. Waarbij je dus geen tegeltjes hebt natuurlijk, maar heb je gewoon een stuk papier waar alle vormpjes op staan. De kleinere vormpjes kun je onbeperkt gebruiken, de grotere vormpjes worden afgestreept. Als ze gekozen zijn door iemand en je hebt geen kaarten, maar dobbelstenen die je gooit met kleuren. En het aantal dobbelstenen dat je gooit, daar kijk je de resultaten na. En dat zijn dan de aantal, of de, de grootte van de fiches die je kan kleuren, die je kan tekenen op je tableau. Dus het doet een heleboel hetzelfde, op een hele slimme manier veranderen naar Roll and Write. En uh, ja, dat, dat bevalt me ontzettend. En je hebt zelfs zeg maar, wat we hier met tegeltjes doen, met die speciale uh, abilities, die vaardigheden wat je hebt... Die heb je daar ook in het, uh, in het Roll and Ride spel. Dat werkt wel anders. Uh, die krijg je ook als je een bepaalde uh, kruisjes zet op je bord. Daar heb ik ook een review van gemaakt. Die kun je ook vinden op mijn kanaal. En uh, ik vind ze eigenlijk allebei leuk. Het, ze zijn net anders genoeg uh, zodat je ze echt wel allebei in je collectie kunt hebben, zonder dat ze dubbel zijn. En de grote versie is natuurlijk heel erg leuk om op een tafel te spelen. Het heeft natuurlijk wat ruimte nodig met die grote borden en met de kaarten die je uitlegt. Maar het valt op zich wel mee. En het is gewoon prettig om die dingen te pakken en dan ook echt te puzzelen op je bordje. En de roll and ride is handig om mee te nemen naar je werk of onderweg als je reist. Het is veel compacter. Dus dan heb je min of meer diezelfde ervaring. Vond ik ook wel leuk om te vermelden. Dus de herspeelbaarheid bij beide versies van het spel is vrij hoog, vind ik. Dan heb je tenslotte nog de taalafhankelijkheid. Nou, zoals bij bijna alle Queen Games, denk ik wel, is dit spel volledig taalonafhankelijk. En dat vind ik fantastisch. Je krijgt gewoon vier uh, pamfletten met de regels in uh, verschillende talen: in het Nederlands, Engels, Frans en Duits in dit geval. En er zijn vast nog wel meer uh, talen te verkrijgen bij Queen Games. En ja, dat is fantastisch, uh, want alles in het spel is volledig taal, onafhankelijk. Dus je kunt het spelen met wie je maar wil. Als je een vriendenclub hebt, een spellengroepje met mensen van verschillende nationaliteiten, kun je het gewoon spelen. Want uh, ja, je hoeft de regels maar één keer uit te leggen. En als ze dat begrijpen, dan kun je het gewoon spelen, want er staat nergens tekst op. Je hebt gewoon de vormpjes. Met de raampjes of uh, zonder raampjes en, en in verschillende kleuren en that's it. En je hebt je score track, kaarten zijn uh, zonder tekst. En het enige waar je ja, iets van moet weten, dat zijn deze tegeltjes uh, die inmiddels icoontjes eigenlijk wel duidelijk uitleggen wat ze doen. Je kan al bijna raden wat ze doen en als je eenmaal weet uh, hoe, hoe ze precies werken, als je de regels hebt gelezen, dan onthoud je dat heel gemakkelijk. Dus ook dat verdient een dikke duim omhoog. Dus dat is het eigenlijk. En ik wil de uh, Hot Games uh, Nederland bedanken voor het uh, geven van dit spel om te reviewen. Hartstikke bedankt, het uh, wordt zeer gewaardeerd. Ik heb er erg veel plezier van gehad, nog steeds. Ik hou hem ook in mijn uh, collectie. Ik vind het zeer de moeite waard. krijgt twee duimen omhoog. En uh, dat was uh, de review van Kopenhagen. Ik hoop dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Zo ja, geef het ook even een duimpje. Uh, laat een, uh, een comment achter uh, onder deze video als jullie hem ook hebben gespeeld. Uh, laat me weten wat jullie ervan vonden vergeet vooral niet te abonneren als je dat niet al hebt gedaan en als je op het belletje drukt krijg je ook een notificatie als ik een nieuwe video op mijn kanaal zet en misschien overweeg ook eens een keertje om een patreon saint te worden van mijn kanaal door naar de patreon pagina te gaan de link staat in de beschrijving je kan ook op de patreon icoon klikken op het eind van deze video dan kom je op mijn patreon pagina en dan kun je zien hoe je dit kanaal kan steunen en dan krijg je ook je naam in de credits op het eind van al mijn video's. Hartelijk bedankt voor het kijken en tot de volgende keer bij Board Game Heaven.